Hey, wat fijn dat je luistert. Dit is wat ik heb meegemaakt. Ik ging met een collega naar een conferentie in Amsterdam. Onderweg terug naar Utrecht vielen de treinen uit. Wij moesten de taxi nemen om naar Utrecht terug te gaan. Wij stonden met een groep van 6 mensen op het taxiperron te wachten. Die groep ging de taxi in. Op het moment dat wij gingen instappen, zei de taxichauffeur: "Nee, nee. Jullie mogen mijn taxi niet in. Zwarte mensen mogen mijn taxi echt niet in." Ik zei: "Waarom? Hoezo? Wij gaan allemaal naar Utrecht." "Nee, nee. Jullie nemen maar een andere taxi." Niemand zegt wat. De groep mensen zat te kijken en zeiden helemaal niets. De chauffeur stapte uit en ging de passagiersschuifdeur dicht doen en stapte weer in en reed weg. Ik was echt heel boos. Wij hebben een andere taxi moeten nemen om naar Utrecht te komen. Ik heb helemaal niet meer geslapen die nacht.